Goedemorgen, het is donderdag en wij zijn wakker. We gaan zo meteen uitchecken, of althans 12 uur uitchecken. En dan gaan we nog heel veel Genève rondlopen. En om 4 uur is de taxi er, zodat wij terug gaan naar het vliegveld. En dan gaan we terug naar Nederland. We vliegen rond 5:30. Om 5:30 precies te zijn. En dan... Oh! Dat ding was dicht gedaan. Goed, even snel een soort van breakfast outfit aantrekken en dan naar beneden. Tijd voor ontbijt. Ik heb dit even aangetrokken. Zombie mode. We hebben net gedoucht. We staan nog te douchen. En het is nu tijd om in te gaan pakken en op te ruimen en alles mee te nemen. En hoe erg is dit dat je zo snel zo'n bende kan maken van een kamer? Het is gewoon bij ons echt al, als we 1 nachtje hebben geslapen, dan gebeurt dit. Ik heb er dus over nagedacht en mijn theorie is dat omdat je weet dat je er toch maar even bent... Dat je niet eens de moeite neemt om het op te ruimen. Kijk, het enige wat ik doe is mijn kleding in de kast hangen. En ondergoed alles in de kast leggen. Gewoon zodat ik weet waar ik het moet vinden. Maar de rest, pff, het hele idee van nadenken over een vaste plek. Het is niet nodig, je bent toch maar 1 of 2 nachten of een paar nachten. Dus vandaar dat je toch maar ergens neergooit. En pas als iets echt een lange tijd jouw huis is. Dus hè, je huurt iets of je koopt iets en je woont daar. Dan ga je denken aan systemen en hoe ga ik dit opbergen en hoe dat. En ik heb gezien dat mensen dat doen bij hotelkamers. Maar dan denk ik, ja, echt waste of time, weet je wel. Ik gooi het wel neer. Het is niet dat ik ook veel bij me heb of zo. Het is gewoon een koffer klaar. Dus je zou het zelfs in je koffer kunnen laten. Dat heb ik ook heel lang gedaan trouwens. Echt uit de koffer leven in hotels. Het enige vervelende daaraan is dat als je dan heel veel kleding bij hebt, op een gegeven moment wordt het rommel met die kleding. Dus toen begon het dat ik dacht, ik leg de kleding wel even in de kast. En langzaamaan ging ik wel dingen ergens neerleggen. Maar hier, zoals dit bijvoorbeeld. Weet je wel, dan staat zijn beautytas hier. Mijn handtas ligt hier, zijn rugzak ligt daar. Daar ligt vuile was op de koffer. Hier wat dingen die we geshopt hebben. Nou ja, de kamer ligt vol met zooi. Ik ga hem even opmaken. Hier zo, want het staat nu in de badkamer. We moeten over een half uur uitchecken. Dus snel make-uppen en alles opruimen. Ik kan er niet op mijn make-up beginnen. Oké, nog een keer van go. Waar wil jij heen? Waar dan? Waar dan? I clap the rains down in Africa. Fun fact! Al deze flesjes hier zijn van L'Occitane. Het zijn dezelfde flesjes als die ik uit die ASMR adventkalender heb gehaald. Ja, maar dat is hetzelfde. Ja. Of althans niet echt. Nou, trouwens, misschien ook wel. Nee, dit is jasmijn. Zo van, dan neem je allemaal kleren mee en wat draag je? Nog een keer dezelfde trui, omdat die zo lekker zit. Het gaat passen allemaal. Deze. Nee, het gaat passen allemaal. Ik dacht met die shopdingen. Maar het valt mee. Ik heb 2 truien. Done. Ingepakt. Oké, we zijn er. Dit is wat ik aan heb. Mijn nieuwe Zara sjaal. Hij is huge. En dan fluffy jas, rode trui, dit. Nike's. Fofie heeft zijn loop scarf om. Loop scarf van American Apparel. Boehoe, trui, jas. Dit, hoe heet dit ook alweer? Super dry. Yes. Trui die super lekker zit. Boehoe. Ja. Balmain. Oh. En Essex. Hallo, en de rugzak. Oh. Bam, die hadden we in LA. San Francisco, LA? Nee. Wij zijn uitgecheckt hiervoor. Of je zegt net op mijn sjaal. Hangt heel dope hier. Oh, waar waggel je naartoe? Hier, dit. Het ziet er heel dope uit, zo half. Een soort samurai. Of zo'n sand trooper of zo van Star Wars. Awesome. Hier lopen we nu elke dag langs. Het heet Switzerland Chocolate. We moeten ook gewoon even. Ja, meerdere mensen hadden gekomen van haal chocola uit Zwitserland. Maar ik ben benieuwd hoe duur het is. Switzerland. We zijn nu bij La Duree. We gaan even thee halen. Hopelijk staat het niet te lang. En een mooie auto, ja, voor de deur. Wow, dit was zo duur. We wilden thee halen. En dat was gewoon €17 voor een La Duree ding. En ik had al meerdere... De macaron is 5. Nee, maar niet euro. Deze euro. Ja, Swiss. Maar trouwens, kijk heel even. Kijk even heel even hoeveel Louis bagage iemand daar heeft. Echt niet normaal. Er zijn hier zulke rijke mensen. Ja, het is niet normaal. Het is niet normaal. Dat snap ik ook, dat ze het gewoon allemaal kopen. Ja. Dat sleutelhangertje voelt. €64, ja, van La Duree. Ja, maar dat was in Parijs ook. Dat weet ik wel, dat daar ook heel duur was. Dat is belachelijk. Het was gewoon een stukje plastic. Ja. Ik wil wel, ze hadden zeg maar een blush. Een Petal Rose blush iets, maar die zag ik hier dus niet. Wat, dat? Oh. Ja, van La Duree, maar die hebben ze hier niet. Helaas. We zijn aan het wandelen, we zijn vandaar hierheen gelopen en we gaan nu naar de fontein. Fontein. De Fountain of Youth. Oh, kom springen erin dan. Leer me om te skiën, leer me om te skiën. Leren om te skiën? Dat doe je van ons drie. Zwitserse Frank, what else? Skiën. Oké, we hebben echt een hele aparte conclusie, want alle horloges hier... Komen hier ongeveer vandaan. Ja. Maar ze zijn duurder.
Ze zijn allemaal echt gewoon 1000 euro duurder. Ja, echt veel duurder. Heel raar, want je meestal is, weet je wel, net als met de luxere merken en zo. Oh, het wordt gebeld. Hela. We zijn bij een klein schattig restaurantje gaan zitten waar vooral wat oudere locals zitten. En het is Italiaans. Italiaans. En Frans ook trouwens. En lekker cappuccino. En we gaan lekker hier eten. Mijn soepje is er. Groentesoep. En tortellini. Lekker? We zijn aan het lopen de hele tijd. Hi. Hi, aan de wandel. Promenade de l'Observatoire. Promenade de l'Observatoire. L'Observatoire. Ja, ik ga ook voor het. Oh. Wow, we zijn hier uitgekomen. Het is zo mooi hier. Alle gebouwen zijn zo mooi. Kijk nou. Bizar. Dit is volgens mij het oude deel. Heel veel mensen zeiden dat dit leuk was om heen te gaan. Het is zo cute allemaal. Kijk, dit is Christie's. Dit is zo'n veilinghuis. Toen wij trouwens, toen ik bij die, ja, bizar. Toen ik bij die veiling voor ons baby's was, die vrouw die was dus van Christie's. En kijk even naar wat voor bedragen het hier gaat. Dan gaat het om een horloge en die is dan 2 tot 3 ton. En dan price realized is 3 ton of zoiets. Ja, dat zag ik net bij eentje. Of die 8 miljoen, die kreeg 8 miljoen geveild. Jezus, 17 miljoen! Oh. 17 miljoen! Maar hij is Zwitserse frank, dus ietsje minder in euro. Dus dan laten we zeggen 16 miljoen of zo. Ah, dit is niet normaal. Nee. Wauw. We hebben het spelletje. Op elk kruispunt mag de ander beslissen welke kant we op gaan. En zo komen we steeds bij coole plekjes uit. We zijn bij een. Hallo! Bij een super schattig standje. En we zitten te kijken naar dit. En het ruikt allemaal heerlijk naar kaneel. Dat we zo'n ding kopen voor in de wc. Het ruikt echt goddelijk gewoon. Dit is ook heel lekker. Kijk hoe gaaf ook. Alleen deze is 28 en ik vind hem heel sterk ruiken ook. Ik ben deze aan het passen. Zoals altijd hebben ze mijn maat niet. Dit is 40. Ik heb 41. Altijd de issue. Maar hoe cute. Fluweel. Ja, alleen dit moet dan ietsje hoger. Zo cool. Maar helaas te klein. We zijn in een andere sneakerwinkel, geloof het of niet. De grootste maat van die Puma Fenties, 41. Is te klein voor me, ze worden niet groter gemaakt. Ik heb darn it. Altijd. Gewoon grote poten. Ik heb 2 voor mij, maar eigenlijk pas ik niet. Ja, hij heeft 47. Dat is helemaal erg. En ik heb 41 en soms een beetje 42. OMG, we zijn heel even bij die V&D-achtige winkel naar binnen gaan. Ik zie dit nu. Okay. Ja, ik zat ook te kijken. Hij kan gewoon bij ons in. Dat is die stijlmaakborstel. Maar zou die echt werken? Ik vind hem heel duur, 229. Ik had een video gezien, maar niet. Ik vroeg aan jou van wat is het? Ja, dat liet ik zien, net omdat ik die had ik op mijn blog gepost. Ja, ja, nee, ja, het zag er niet uit alsof het werkte, vond ik persoonlijk. Maar het, zag maar, maar het duurt heel lang. Ja. Wet n Wild? Het wordt hier gewoon neergezet als een soort van super luxe merk. Nee, mascara is 8 euro van Wet n Wild. Wauw. In Amerika kost $1. OMG. Oranje en beneden. Limited edition baby lips die ik niet ken. Hoe kost ze hier? Ik wil ze allemaal. Kijk hoe lekker het eruit ziet. Vooral hier deze, die heeft bubblegum pop. Dit is lemon zap. Grapefruit zing. Ik wil ze allemaal. Oh, ik wil dit. True Story Chicken Lip Palette. Oh, wat? Wat zit er van je wasmachine? Echt waar? Nee. Voor een bad. Nee, ik ga het niet doen. Ik heb al genoeg blusjes. Nope, nope, nope. Make-up forever. Oh my god. Kijk even naar deze kerstset van Urban Decay. Naked 1, 2, 3, Smoky. Deze allemaal. Oh, dit is... hij kost 440. Wauw. Dat is nog eens een cadeau. Gek als je dit krijgt. We zijn weer in het hotel. Foefje is naar het toilet geweest. En zoals altijd, dit zien zij nooit op video. Go Foef, ik krijg een quiz over... Als je binnenkomt ziet het er heel fancy uit. De wc hier beneden, ja. Ja. Maar als je dan nog geen 2 seconden in de wc bent, dan zie je dat alle tegelschots en scheef staan. Omdat alle wat voegwerk allemaal gewoon kapot is en dat je soms gaat zien. En nu de vraag Foef, iets heel anders. Ik ga het filmen zo, kijken of zij het ook zien. Is goed. Wat is er fout in de wc zelf, naast dat alle schots en scheef zijn? Dus met echt... Ja, ik kan het wat makkelijker maken met de wc zelf. Oké, okay, we gaan ik neem de camera mee naar de wc. Oké. Okay. Let's go. Oeh, dat is een fancy wc. Nice. Misschien is het alleen bij de mannen wc's godsdienst geven. Oké, okay. Oh ja. Ja, de tegels.
Dit heb ik van vroeger geleerd. Dat kan je wel zien. Wat is er mis met de wc? Wat is er mis? Dit. Dit. Het is dit. Weet je wat het is? De, hoe heet dat? De kit eromheen. Hij is niet goed gekit. Ik zie dat hij hier ook loslaat. Oké, nu ga ik naar de wc, dan ga ik niet filmen. Zou dat het zijn? Ja, ik denk dat... Oh, en de tegels op de vloer. Nee, hij heeft het over de kit, denk ik. Nee, het is dit. Het is dit daarachter. Dit. Het is die rand. Daar ben ik weer. Het is de kit daarachter. Ik zei toch, je moet niet... Nee, dat is vroeger. Oké, wacht. Kit of de tegels daarachter, daaronder was een soort van hele grote spleet. Nee, dat was hem niet. Is je niet iets opgevallen toen je de wc-pot zo omhoog deed? Nee. Hij kwam niet tegen je... Hij kwam tegen de knop aan. Oh, dat heb ik helemaal niet gefilmd ook. Hij kwam inderdaad tegen de knop aan. Ja. Dat is een beetje een fail. Nou, ja. Ja, want je moet inderdaad dat ding zo... Ja, dan spoel je door. Ja, oké. Oké, lessons from fifth. Even snel een appel en kiwi smoothie op het vliegveld. Wij zitten in het vliegtuig en we zitten helemaal achteraan. Oftewel, je kan gewoon niet naar achter. Misschien kunnen we het doorheen duwen. Nee. Oh, maar ook het knopje niet. Oh. Ja, maar ja, het is een vlucht van anderhalf uur of zo nu. 15 uur. Het is ook vrij krapjes hier. Maar oké. Ik ga kijken of ik op mijn laptop wat kan doen. Ik betwijfel het. Ik denk niet dat het gaat lukken. Hey. We stijgen toch nog niet. Nee. Everything is possible if you put your mind to it. Drush er doorheen. Minuten te wachten van, mag het zijn? Maar wanneer zijn we die mist nou uit? Of ja. De wolk of wat het ook is? Wanneer zien we grond? Heftig. Maar ze, ja, de lamp is wel lekker fel. Dus. Je voelt ook dat we steeds meer dalen. Ja. Dus je denkt op een gegeven moment, zijn we niet bij de grond. Nog steeds mistig. Maar we zijn, ik zag net ja. Een... Oh, ja, kijk, kijk. Ja. Oh, ja. Oh, daar. Ja. En we zijn eronder. We zijn eruit, ja. We zijn weer op Schiphol. Poefje heeft heel veel pijn. Which is great. En nu gaan we onze koffer halen. Hier, kijk, dit is zo'n moment dat je dan naar je koffers loopt en je kan ook naar een transfer toe lopen, naar een andere gate. Mm-hmm. Ik vraag me af, kan je dan ook gewoon zomaar... Nee, oh nee, want je moet je ticket nog een keer laten zien, hè? Ja. Scannen ze hem. Ja, en in het andere land moeten ze ook scannen, hè? Zij weten toch van tevoren of je aankomt? Ja, ja, en er is natuurlijk geen plek voor jou in het vliegtuig eigenlijk. Nou, er moet een plek over zijn. Ja. Misschien kun je als je langs glipt? Nee, dat kan niet. Wil je nu nog meedoen? Zijn dat gewoon een balie? Nee, dat moet met paspoort en alles moet dat vooraf geregeld zijn, denk ik. Ik bedoel, het is niet als een bus of zo waar nog een plekje over is. Zit ook, ja, zit er in. Ja, misschien als een plek is. Hmm. Wij zijn thuis. Ik ben bezig met uitpakken. Dus alles weer op zijn plek leggen of in de was doen of whatever. Het is 9:10. Ik ga dit nog uploaden. Vlog een vrijdag. Vlog zaterdag moet ik nog even goed editen. En dan ja, heb ik dat ook gedaan. En dan kan ik in het weekend weer verder. Mijn Engelstalige interview staat online. Van eergisteren. Nice. Ah, in het Engels. Ik maak best wel wat fouten, maar oké. Het is 10:50. Ik ga slapen. Klaar. Morgen meet and greet. Meet and greet. Ik moet om 1:00 vertrekken hier. Daarvoor moet ik de tutorial voor de middag opnemen en editen en klaar hebben. En dat, ik kan mijn haar met de steltang krullen, want dat is hoe het lang, zo laat, zo lang in model bleef. Dus dat wil ik zeg maar voor Beauty Gloss opnemen. Ja, dat is het. Dus dan moet ik me klaarmaken daarvoor en doen. En ik heb geen visagist verder of haar of iemand. Ik ga het gewoon zelf doen en dan naar Breda, want ik heb de Eiler meet and greet. En daarna door naar Amsterdam, want daar ben ik een kerstborrel. En die dag daarna moet ik ook... Dingetjes filmen en doen. En dan hebben we twee dingen. Wow, ik kan niet eens meer nadenken. Oké, wel tussen bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!